congrats, Mom and Papa. Over 20 years of hard work and dedication to Lake and Dairy. It's been so fun to be a part of it and watch it grow. I know how much all the people have meant to you guys that have helped make it all possible. So here are just a few of the incredible employees that helped make the American dream a reality. Enjoy! Hi, Fred and Yoka. Shelly asked me to do a short video with a good memory from the time that I worked for you guys. And it's hard for me to do only one video with only one good memory because it was almost 20 years of full of good memories. I think the best I can say is thank you very much for all that time. My life and my family's life, it was better thanks to all the chances you guys gave me. Lake and Dairy, it was a great place for me to work, and I keep really, really good memories about all those almost 20 years. So the only thing I can say, I wish you the best, and that I'm really, really thankful with you guys. So I hope you guys keep enjoying your life the way you do it. I think you guys deserve it. So thanks again for everything. Hi, Fred, Joke, Robin, Megan en Austin. Nou, het is echt nu al dik 4 jaar geleden dat ik bij jullie voor 4 maanden in huis mocht wonen als stagiair. En dat is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met Lake and Dairy. Maar kreeg ik nu een bericht dat er een einde komt aan het tijdperk Lake and Dairy voor jullie. Lijkt me heel gek, maar ik denk ook wel dat jullie er goed over nagedacht hebben en er met goed gevoel, hoop ik, afscheid van kunnen nemen. Ik mocht dan bijvoorbeeld mijn favoriete herinnering delen aan Lake and Dairy. Eigenlijk is dat misschien niet eens per se aan de dairy zelf, maar ik denk dat ik mijn favoriete herinneringen zijn eigenlijk dat bijvoorbeeld we samen naar Austinse voetbalwedstrijden gingen kijken. Of dat Megan ontbijt voor me maakte op mijn verjaardag. Dat vond ik heel erg leuk. Of dat we naar Robin haar basketbalwedstrijden toe gingen. Ook heel gaaf. Vooral voor mij om dat mee te maken was dat gewoon heel erg leuk. En ik vind het nog steeds heel erg mooi dat jullie me daar gewoon in betrokken. En dat had ik nooit allemaal mogen beleven zonder jullie en zonder Lake and Dairy. Dus hartstikke bedankt ervoor. En het gaat jullie goed. Veel geluk en gezondheid toegewenst in de toekomst. En wie weet spreken we elkaar nog weer eens. Doei doei. Hola, mi nombre es Héctor Méndez. Tengo como 12 años trabajando para Fred y Yoka. Y una de las anécdotas que tengo son de que cada vez que iba a recoger las pacas con Fred y él me cargaba, todo el tiempo se me caía. Muchas gracias por haberme dado ese empleo. Feliz Navidad. Hey, Rich, hey, this is Marcel. Hey, 25 years ago, somebody called me if I wanted to move to Kansas with him. First, I thought, okay, you must be out of your mind, but finally we did it. So, about 2 weeks from now, 24 years ago, the first cows came, and we moved to Kansas. So, we had a lot of good and bad times
and good and not so good memories, like the first blizzard in October of that first year. We lost a lot of cows, but we came through it. And we came through it. So now, what am I going to say? So this is Robin's request. So I figured I put a little bit in on memory lane. And so we grew through the years, but we came through it all right. Hello, Ritzma family. Your good friend, Robin, Megan, and Austin. Robin asked me to share some memories that I've had from my time working at Lake and Dairy. And to be honest with you, I would feel more comfortable, do you miss, standing at on a table at Shorty's with a crowd of people. But Maylee has offered to be my camera girl, so I'm sure she'll be my biggest critic. She's already told me that I have to keep my chin up because I have a double chin if I put it too far down, so I hope this looks okay. But speaking of tables at Shorty's, if I was there, I would be sure, Yoka, and pick the table that I so distinctly remember you standing on in your heels, in your mini skirt, fixing the projector so that you can project all the memories from the past Lake and Dairy Christmas parties. So I'd be sure and choose that table. But speaking of the Christmas parties, I think that some of my most special memories probably are at the Christmas parties, because you guys always had a very special way of making us feel special at those parties. And I remember my first party where I gave Fred a hug. I'm sure he felt a little awkward, but I gave him a hug anyways. He was a little stiff. And he told me that we were now a part of the Lake and Dairy family, and that included all of our family. Yoka, we shared so many things at the office, so much more than work. We shared our families, we shared laughter, we shared tears, and we did get some work done. But I do know that my life is a lot richer, and our whole family's lives are a lot richer because of the impact that you guys had and the opportunities that I had working with you and your family at the dairy. We love you all. We have tons of special memories with you guys. And what I'm looking forward to most is future memories, hopefully on a beach, just a few on a beach. We love you and Merry Christmas. Le doy gracias a Yoka y a Fred por los muchos años que nos dio trabajo, y que Dios los bendiga por habernos ayudado. Le quiero dar gracias a Fred y a Yoka por habernos dado trabajo muchos años y por estar con ellos como parte de la familia de nosotros. Muchas gracias y Dios los bendiga. Nou, als dit een filmpje is van jullie beste medewerkers, dan hoor ik er natuurlijk ook bij. Ik denk dat mijn topmoment was toen ik 11 of 12 was of zo. En was achtergelaten in een pen met een schep en de opdracht dat ik even alles netjes moest maken. Dus ja, een uur of twee later heb ik papa opgebeld, helemaal in tranen van dit gaat me niet lukken, ik vind het niet leuk en ik stop ermee. Dus toen moest hij mij maar ophalen en... Ja, heel trots was je volgens mij, papa. Nee, maar voor de rest was het echt heel leuk. Ik heb ook heel veel geleerd op de aanrijtrekker en in de velden en met inkuilen. En dat ben ik ook heel dankbaar voor. En mama op het kantoor heb ik ook heel veel geleerd van hoe het precies werkt in een groot bedrijf in de administratie. En echt een inside look van de systeem en de business world. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. En ik ben ook heel blij dat ik redelijk lang op de dairy kon wonen. Ik voelde me altijd een klein prinsesje die gewoon alles mocht doen. Want ik was de baas van alles. En dat was echt leuk. En ja, wel een beetje vreemd dat het nu afgelopen is. Maar ik wens jullie echt heel veel succes. En gefeliciteerd. Ik vond het echt geweldige jaren en ik hoop dat jullie nog lekker doorgenieten. Ja, doei!
Living at the dairy gave me many valuable lessons and experiences. Because of the Ritzemas, I had the opportunity to learn responsibility, gratitude, and most importantly, friendship. The Ritzemas are an incredible family. I may be a little biased because Megan is my best friend, but I truly believe my family would not be where it is today without the help of the Ritzemas. I have many fond memories of living at the dairy. Most of them include me and Megan running around and getting to experience the day-to-day life of a dairy. Lake and Dairy was a place where people got opportunities and felt at home. The Ritzemas never failed to treat their employees like family, which is something you can't genuinely find in a lot of places. Thank you guys for everything you have done and continue to do for us. We miss you and we wish you the best. Lieve Fred en Joke, van je dochter kreeg ik een berichtje om een leuk verhaal, iets, een herinnering van Legendary op te sturen. Nou, die binnen hebben genoeg, dus we gaan er even voor zitten en we gaan eens even terug in de tijd. Allereerst herinner ik je mij als goede bazen, goed voor je personeel, bonussen met Thanksgiving, je heerlijke chocoladeblokken die we met kerst kregen volgens mij. Of ook Thanksgiving, werkkleding, de feestjes met kerst die we hadden voor het personeel en de kinders, met paas en barbecue in de shop, om het maar even zo te zeggen. Ik herinner mij heel veel leuke dingen van die tijden, maar ook goede dingen en dat je hem goed voor je personeel waren. Nou, ondertussen hebben we hem geen koeien meer, heb ik begrepen, en zitten hem in de graancirkels. Maar we gaan toch nog even terug naar mijn tijd op Legendary. Van 2001 tot 2005 heb ik bij hem gewerkt. En dat was een hele bijzondere tijd voor mij en voor Jim waarschijnlijk ook. Want wat wist ik nou van koeien? En opeens reed ik op dikke trekkers. En voerde ik koeien. En dan ging ik met een krik achter de koe om een kalver uit te trekken. Zo bijzonder allemaal, voor Jim en voor mij. Ik herinner mij een gezellige koffie drinken op Zundehoven. Met Arnold en Fred en Marcel, die dan heerlijk running spraken, waar ik in het begin helemaal niks van verstond. Verder voerde ik dan de rest van de dag en het weekend beide keren. Ik vond sommige dingen doodeng om te doen. Met name 's nachts had ik dat voeren moest door de koeien lopen om de kalfjes die dus op het loon uit te halen. En van die leuke koeien die dan achter je aanrennen. En ik vergeet ook niet dat ik ooit een keer midden in de nacht begon met voeren. En dat de lopende band toen nog iets stond en dat had ik niet zien. Dus die batste tegen de steiger aan en toen had ik koeien een halve ochtend zonder voer zitten. Dat was een klein foutje, een heel groot foutje van mij. Verder begon ik altijd met de kalfies en pas later ben ik op kantoor komen. Maar hoe dan ook, het waren prachtige tieren en ik heb er eigenlijk nou op een rondkijk van genoten. Wat een belevenis, zowel voor Jim als voor mij. En vooral wat een mooie tieren. En Joke en Fred, buiten het werk om, dat ik met je op vakantie ging, dat we prachtige wintersporten hadden. Dat ik je nam je heel vaak met uit eten en ach, wij zoveel mooie dingen gedaan. Of Joke, we gingen een heerlijke nachtje weg te shoppen naar Wichita. Wat was het allemaal fijn. Vaak naar de bioscoop, lekker naar de Applebee's. Oh, ik hou er nog van. Alleen Fred had meestal haast en dan mochten we geen toetje nemen. Zo jammer, want die ben net zo lekker. Maar goed, ik denk dat ik zo ongeveer mijn periode wel wat in het korte samenvat. Eigenlijk ben er niet genoeg woorden voor. Ik vind het jammer dat je hem de koeien niet meer hebt, maar ik snap je hem heel goed. Het is ook tijd soms voor andere dingen. En hierbij heel erg bedankt voor alle mooie jaren die ik bij hem had. Dikke kus! Fred and Yoka, this is Galen Eggleston. Just want to say happy retirement to you. We're on our way to Oklahoma for Christmas, and we wish you the best of luck. It was a lot of fun working for you for 7-8 years. Lots of good memories.
wanted to say hi to. Congratulations, Brad and Yoka. May you have many more successful years. We love you guys. Hope life goes well for you. Take care. Hallo mama en papa, van hartelijk gefeliciteerd met jullie retirement van de daddy. Het was altijd leuk om op de daddy te wonen en drugs te wegen, een beetje niksen in de kantoor. En het is wel een beetje sad dat wij dat niet meer echt gaan doen. Maar jullie gaan ook nu leuke dingen doen in de komende jaren. En I'm excited to see what your next chapter in life will look like. Bye, I love you. Buenas noches, mi nombre es José Antonio Román Alvarado. Trabajé por más de 13 años con Fred. Y este video lo estoy haciendo a petición de su hija, que le quiere hacer un regalo, porque quiere ella hacer un documental de toda la gente que trabajó con él, porque ya se van a retirar del negocio. Y pues lo estoy haciendo a petición de ella, de la hija. Y pues yo trabajé con Fred casi arriba de 13 años y muy buena persona. Demasiada buena persona, muy coherente, a veces algo medio enojón, pero se entendía, pero sí, es una persona muy buena, es de los mejores patrones que yo tuve, de los mejores, para haberme aguantado a mí casi 13 años. Es de los mejores patrones y de verdad, pues quisiera que todavía le fuera mejor de lo que le está yendo. Y yo con él trabajé de partero, de fileador. Comencé de ordeñador, puchando vacas, pero muy buena persona, demasiada muy buena persona. Aunque sí, medio, pues, enojón, pero es normal, por su negocio, tiene que cuidarlo, pero muy buena persona y pues, que Dios lo bendiga a él y a su familia y que todo le salga muy bien. Yeah.
Thank you.